Ja, hallo iedereen. Voordat we beginnen met de aflevering heb ik even een slechte mededeling en een goede mededeling. Laat ik beginnen met het slechte nieuws. Sinds de vorige keer in de video dat ik in dat Duitse dorpje ben geweest, is al mijn vuurwerk afgepakt. Ja, oprecht, ik heb niks meer. Maar het goede nieuws is dat hier in het oude vertrouwde stadje waar ik normaal altijd vuurwerk afsteek, dat er nog steeds vuurwerkverkoop is. En dat ik gewoon weer nieuw vuurwerk kan halen. Want hier is de winkel, dames en heren. Cody's Fireworks. En Cody's Fireworks heeft altijd best wel hele leuke nieuwe spullen. Dat betekent dat we in deze aflevering ook vernieuwd vuurwerk gaan afsteken. Dus ja, potten die ik en jullie nog nooit hebben gezien. Ik ben erg benieuwd, maar... Oh jee. Out for lunch? Wat is dit nou weer? Nu kan ik geen vuurwerk... Jongens, Ik ga wat proberen. Ik weet niet of het lukt. Moment. Hier zou het mee moeten lukken. Heel voorzichtig. Ja. Kijk. Oké. Okay. En dan naar achter. Ja. Juist. En dan leg ik de deur heel eventjes hier zo. Dan merkt hij het niet dat die deur eruit is. Hopelijk geen alarm. Nee. Oh, en kijk eens wat hier ligt. Een heel assortiment. Nou, ik ga dus eventjes... er is ook niemand... Is er een kassa? Oh. Nou, dan leg ik het geld op de toonbank. Komt helemaal goed. Ik ga even wat dingen inslaan. Ik ben zo bij jullie terug. Oh, dit wordt fantastisch. Ja. Ik denk dat ik geslaagd... Ja, ik ben geslaagd. Kijk eens even. Er is... Ik kon het niet maken om... Ik moest er eentje neerzetten nog. Ik moest er eentje hebben... Die kon ik ook niet betalen trouwens. Nou ja, goed. Lege winkel. En hier nog ook wat vuurwerk. Ik heb niet alles gekocht, maar het meeste wel. Ik zet de deur er weer in en... Nou ja, goed. We gaan eens wat proberen. Ik ben benieuwd. Ik begin bij deze. Dit is de Titanium Wiper. Is een pot. Een nieuwe pot dus. En ik ben erg benieuwd. Want volgens mij zitten er aardig wat schoot in. We gaan het allemaal zien. Wow! Dat vind ik heel vet. Ja, dit past heel mooi bij een show. Absoluut. En dan aan de zijkanten nog een paar van die potten zo. Hij is snel voorbij. Oh! Niks gezegd. Wel dezelfde effecten, maar de kleuren zijn echt heel erg mooi. Leuke pot. We gaan door met deze. Dit kleine potje is dus de Dum Bum 60 Shot. Hoppakee. Oh, dit is gaaf zeg. Dit is heel mooi. Uit dat kleine potje komt deze kracht. Geweldig. Heel mooi. Heel gaaf. Zo'n klein mini potje. Ik vind het fantastisch. Die kan je heel goed gebruiken bij een show. We gaan naar de volgende. En dat is de Snowblind Z1. Nou, ook weer een wat bredere pot ook. Ik ben benieuwd wat daaruit komt. We gaan het zien. Oh, een beetje hetzelfde effect als eerst. Maar dan weer heel erg mooi verspreid. Wauw. Ja, dit is een mooi potje. Ook weer eigenlijk hetzelfde als eerst, maar dan zonder al die mooie magische kleuren. Maar dit heeft ook wel zijn charmes natuurlijk. Oké. Dan hebben we hier nog een potje. En als het goed is, is dat een wat kleinere. Volgens mij was dat deze. De Silberpalmenbund. En ik denk niet dat hij die brede slag heeft, maar dat hij gewoon omhoog gaat. Kijk, daar gaat hij. Zo. Oh, die is mooi. Rood, groen, blauw, geel, paars, rood. Allerlei kleuren. En ook wat een kracht. Wat een... Moet je horen, man. Dat lawaai. Fantastisch. Dit is een hele mooie pot. Ik weet niet hoeveel schoten erin zitten, maar het zijn er behoorlijk wat. En hier kunnen wij ook wel weer leuk een show van maken. Oh, op het einde. Wauw, wat een prachtige pot was dit, zeg. Jeetje. Dan hebben we ook nog deze. Die heb ik zelf nog niet geprobeerd. Dit is een wat kleinere variant. De blauw Grünbinker. En we hebben ook nog Rubin. Ja, ik moet ze wel gewoon allemaal een beetje proberen natuurlijk, hè. Als ik een show wil doen, moet ik wel voorbereid zijn met wat ik allemaal wil gaan plaatsen. Wat ik wil gebruiken voor de show. We hebben twee potten naast elkaar. En een hele leuke combi ook. Kijk eens. Zo zie je maar weer. Je kan potten heel makkelijk combineren met elkaar. Wauw. Ik vind die kleuren wel heel mooi. Ik vond misschien de minste wel met die witte kleuren helemaal zijwaarts. En op het einde. Bam! Fantastisch. De andere pot gaat nog eventjes door. Raar, hè? Het is een kleine potje, maar gaat wel langer door. Misschien omdat ik hem iets later heb aangestoken. Ja, zo zijn er nog een aantal nieuwere potten. De Gorilla Warfare. Ook die heb ik nog nooit gezien. Wat ik al zei, ik heb echt allemaal nieuw vuurwerk. Het is ongelooflijk. Alle potten die ik zie, zien jullie misschien ook al voor het eerst. Maar dit is de Gorilla. En die is zo stil. Dit is heel stil vuurwerk. Moet je horen, je hoort hem eigenlijk niet eens. Wat fantastisch. Nou, hier kan ik heel mooi mee naar Duitsland natuurlijk, naar die buurt.
Ik bedoel, dan hebben ze en vuurwerk en ze hebben minder last van al die harde knallen. Alleen die show liep een beetje de mist in. Ja, nou ja, dit gaat allemaal goed en deze stad is het vuurwerk gewend. Dus we gaan hier even een show opstellen. Ik ben erg benieuwd hoe dat gaat verlopen. Tot zometeen. Oh, waar ga ik nou starten? Die potten zijn zo mooi. Oké, ik heb dus 111 vuurwerkjes gebruikt. Ik heb de potten redelijk ver uit elkaar verspreid. Ik begin met een boom, terwijl ik niet weet hoe hard die boom is. Maar het is een vraagteken met een boom erbij. Laat staan voor het einde van de show, want dat zijn deze twee kokers. En die hebben ook een vraagteken, want ik weet niet wat hieruit gaat komen. Misschien is het wel een complete verrassing. Nou, we beginnen met de pijlen, daarna gaat hij naar het midden. En dit is een van de grotere vuurwerken. Dat zijn echt kanonskogels die eruit worden geschoten. Fantastisch. En dan gaat hij door naar de gillende keukenmeiden, de screams. En verder gaat hij dan door en door. En uiteindelijk gaat hij dan terug naar hier en begint hij weer van vooraf aan. Ik hoop dat de show helemaal lukt, want dat is de vraag. Ben ik nu gevorderd met shows maken? We gaan het zien en ik ga de allereerste aansteken met waarschijnlijk een harde klap. Daar komt hij. Wow! En de vuurwerkshow is gestart, dames en heren. Even geduld, maar daar gaat hij. De eerste paar knallen komen. Het start is begonnen van de show. En dadelijk zal de volgende pot geactiveerd worden. Ik weet nog niet wanneer, maar de timing is een gokje. Ik ben benieuwd of het allemaal goed gaat komen. Het is nog steeds bezig. De lonten zijn nog steeds bezig. En het ene vuurwerkje is nog van start aan het gaan. Ja, en daar komt het einde. En dan zou nu de volgende pot moeten starten. Dat doet hij dus niet. Ik zie nog wel rook daar. Gaat het nog verder? Gaat het nog door? Ja, daarachter. Ik had het misschien iets sneller moeten doen. Want de timing is misschien niet helemaal jovel. Maar hij is er bijna. En dan beginnen de gillende keukenmeiden als het goed is. Hoppakee. Wauw. Wat een vette potten zeg. Kijk eens even. De lucht in. Met een paar knallen. Zowel laag als hoog vuurwerk. Zo, kijk eens even. Dat is vet. Ja, die combinatie is heel leuk, hè. Dat je dan laag wat vuurwerk hebt en ook hoog natuurlijk. Oké, dit gaat goed. De potten zijn nog steeds bezig. Ik hoop dat de volgende dadelijk ook weer aangaat. Hoppakee. Ja, ik heb de tijd genomen en ik zie dat er toch weer een beetje een vertraging is. Oh, daar komt er eentje. Daar komt er een. Die is ook heel mooi. Het zijn 11 schoten. Er komt er maar één keer wat uit. Dat is jammer. Zo, dikke klappen. Het gaat goed. Zo. Prima dit. Wat een kracht, hè. Wat een kracht. Zo. Ho, 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 ho. Dit gaat wel lekker door zo, hè. En de volgende pot. En die gaat nog steeds door. Dan hoop ik dat de rest ook mooi aansluit. Wauw. Het had allemaal een beetje dichter bij elkaar moeten zitten. Maar je weet het niet. Het groene draad is het langzame draad. En hop. Ah, dit gaat ook prima. Uitschoten. En daarvoor nog. Kijk. Zo. Dat waren de grote kanonnen met de vraagtekens. Wauw. Is ook heel mooi. Maar misschien was de timing niet helemaal perfect. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, de show ziet er wel weer heel tof uit op deze manier. Ik ga wat ander vuurwerk in elkaar zetten en een nieuw showtje. Kom zo terug. Oké. Als het goed is, staan hier 166 items. En allemaal random, willekeurig. Het is echt heel random. Maar het beste hoe we deze show kunnen bekijken is een wijk erachter. Dus we gaan nu hier naartoe. En als het goed is, staat er ook iets klaar om de show te kunnen afsteken. Dit kleine mini-rotje. Nou, en dan vanaf hier hebben we dadelijk een hele mooie view. Ik wacht nog even tot het donker wordt. En dan gaan we beginnen met de vuurwerkshow. Oké. Ja, het wordt donker. En het is tijd. Het is 11 uur. Ik hoop dat de stad kijkt. Of het dorpje kijkt naar deze show. Want dit wordt misschien wel een hele leuke. Zijn we er klaar voor? Want daar komt hij. Zo. Dat was heel droog. Maar de show gaat beginnen met vuur. Kijk eens. Wow, dat was echt een knal. Dat was echt een knal. Van wij gaan beginnen met de show. Oké, we zien wat vuur. Het komt er net bovenuit. En daar is het. Kijk eens even. Die vuurballen die erboven komen. Het begint een beetje rustig. We hebben een mooie view vanaf hier. Kijk, het begint een beetje in het midden. En dadelijk gaat het verspreid worden natuurlijk. Maar je moet altijd even rustig beginnen.
Dat de mensen even kunnen, ja, wennen hieraan. Zo! Jeetje! Oké, dit was heel veel. Dingen gaan helemaal naar boven toe. Kijk eens, wow! Jeetje! Ik zeg je eerlijk, het is een mooie show. Een gevarieerde show. Winnie? Het gaat goed. Op de achtergrond vind ik het zo mooi met die potjes. Wauw. En dan in het midden nog zo'n grote klapper. En nu stopt het even, dat is jammer. Dat is jammer, of het is nu gedaan, of er komt nog iets. Dat de timing weer niet goed is. Ik ga even kijken. Volgens mij is alles gedaan. Ik zie, ja, dit was hem. Wauw, dit was wel een hele goede show en goed getimed. Ik weet zeker dat deze stad hier geen last van heeft. Ja, wil je nou meer van dit soort video's zien dat ik shows ga doen? Laat het weten in de comments. En ik zou zeggen, tot de volgende keer bij een nieuwe Fireworks Mania.